De tekst van het Surinaams volkslied is vandaag, precies 62 jaar geleden, vastgesteld door de Staten van Suriname, het toenmalige parlement. Ons volkslied is geschreven door Trefosa, pseudoniem van Henry de Ziel. Hij kreeg daartoe de opdracht van de toenmalige overheid, zegt Johan Rozer, voorzitter van de Henry de Ziel Stichting. Rozer wijst erop dat het vaak voorkomt dat het Surinaams volkslied verkeerd gezongen wordt. Volgens hem spelen de muziekkapel van het leger en de politie het volkslied op de juiste manier. En daar moet goed naar geluisterd worden. Maar we moeten ook trachten, en dat leer je eigenlijk op school, hoe je het volkslied moet zingen. Want mensen leggen verkeerde accenten, mensen spreken woorden niet voluit. En mensen geven soms de melodie ook een eigen invulling. En dat moeten we dus niet doen. Een voorbeeld is dat iemand zei tegen hem een keertje van werkend houden in gedachten. Daarom gaat Suriname niet vooruit, want we hebben alleen maar in gedachten werken. Weet je? Dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar het gaat er dus om dat het aangeleerd moet worden. En mensen goed moeten luisteren naar wat er gezongen wordt. En daarom ben ik persoonlijk geen voorstander dat er allerlei versies van het Surinaams volkslied worden gemaakt. Het kan een keertje dat je het varieert, maar zeker bij officiële gelegenheden moet je het zingen, moet je het bespelen zoals dat is vastgelegd in de wet. Rozer zegt dat het bijzondere van ons volkslied is dat het aan elke Surinamer de opdracht geeft om inhoud te geven aan hun burgerschap. Het gaat erom dat Surinamers moeten leren om waardige burgers te zijn. Om ervoor te zorgen dat hij een waardige burger is. Dat is die oproep. Sta op, doe iets. Wees niet lui. Ontwikkel iets voor jezelf. Wees creatief. Hou van het land. Zet je in. School je. Zorg ervoor dat je een waardige plaats in de maatschappij kan werven door eigen inzet en inspanning. Ja, wacht niet op anderen. Doe iets voor jezelf. Ontwikkel jezelf. Ik denk dat de strekking is van de oproep die Trefosa doet in met name het tweede couplet van ons volkslied. De Henry de Ziel Stichting zal in de komende periode werken aan een leerboek, zodat jongeren kunnen leren hoe waardige burgers te zijn. Het volledige interview kunt u morgen zien in het programma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.